Van mannenkoek tot romantier. Zij haven mij door hier. Ninof, ik zie naar hem. We hebben zo net de presentatie mogen meemaken, een heel mooie presentatie van het Algemieën Bekoest Ninofs, het nieuwe woordenboek. En iemand die alles, mag ik zeggen, toch veel over dialecten kent, dat is professor Jacques van Keimeulen. Ik hoor hier dat het Ninofs, dat Brabants dialect is. Ja, dat is inderdaad Brabants. Het is niet zo dat de dialectgrenzen samenvallen met de provinciegrenzen. De provinciegrenzen zijn eigenlijk de oude grenzen van de departementen uit de tijd van Napoleon. Die hebben niks met dialect te maken natuurlijk. Dus het Brabants komt een eindje Oost-Vlaanderen binnen. En de Denderstreek, dat zijn 100% Brabantse dialecten. Zeker het Ninofs en het Aalsters, die hebben Brabantse kenmerken. De Dender waarschijnlijk als natuurlijke grens in der tijd? Wel, natuurlijke grens, dat zou kunnen. Maar je ziet wel dat die Denderstreek aan beide kanten van de Dender toch Brabants is. Zeker, de Brabantse kant zeker, maar ook nog toch een eind Oost-Vlaanderen binnen. Marie-Claire de Smet, het was een prachtige voorstelling. De bekroning van vele jaren werk, neem ik aan. Dat mogen we gerust zijn. In 2000 hebben we ons eerste dialectwoordenboek uitgegeven. En toen hebben we vastgesteld dat we nog niet alles hadden. Ik ga nu ook niet zeggen dat we alles erin hebben. Maar we zijn toen weer met veel plezier en enthousiasme samengekomen om een nieuw dialectwoordenboek samen te stellen. En ik moet toch wel zeggen dat wij als werkgroep er ook enorm veel plezier aan gehad hebben. En altijd met heel veel plezier gedaan hebben. Ja, dat was ook duidelijk in de voorstelling. Voor de Ninovieters, voor Ninof. Ik zat naar een dialect zeggen, naar geboren en getogen Ninovieter. Mijn ouders worden Ninovieters, mijn grootouders worden Ninovieters. Dus ik voel mij op en top Ninovieter. Wie lukt de tasdoos op de mens? Mijne en wijne. Het is gezond, het is plezant en het is goed verregeld. Mijne en wijne zijn altijd in de Shabbat. Er is veel volk op die voorstelling. Als dat synoniem staat voor de aandacht voor het dialect, dan is dat toch goed met het dialect? Dat is goed voor de dialecten, voor de aandacht. Er is zeer veel aandacht voor het dialect. Hoewel het dialect, als je dat bestudeert, bij jongere mensen eigenlijk toch aan het veranderen is. Ik zou niet durven zeggen verdwijnen. Het verandert. Het wordt grootschaliger. Men kan waarschijnlijk over 10, 20, 30 jaar niet meer zeggen uit welke deelgemeente van Ninove iemand komt. Dat kan men kon men vroeger wel zeggen, ongetwijfeld. Ik vind maar just gelijk een bosje. Heel handig haal ik in de spoor. Paul, een van de veel aanwezigen op deze voorstelling van het boek Algemieën Bekoest Ninofs. Tevreden, neem ik aan? Ik vind een vrije en toffe initiatief. Ik heb me echt geamuseerd. Het was goed gebracht. Ja, ik ben tevreden. Heb je nog iets bijgeleerd of komt dat nog? Bijgeleerd niet. Ik heb wel de groep ontdekt weer van die Rufijn vroeger begeleiden. En die vrij goed bezig zijn weer. Hè. En waaronder zie je dus aan Trekzak, prachtige muziek. Hè. En voor de rest ben ik vrij content van het initiatief. Dries, je bent hier ook op de voorstelling van het Ninof dialectwoordenboek. Als jonge mens, want vaak denkt men dat dat een zaak is van oudere mensen, maar ik weet niet. Als jonge mens is dat eigenlijk vooral moeilijk om dat dialect correct te kunnen spreken eigenlijk. Maar via thuis en van mijn grootouders en zo hoorde dat wel dat dat nog gesproken wordt. En ik vind dat eigenlijk een zeer mooie verrijking van onze taal uiteindelijk. En dat dat iets heel belangrijk is dat niet mag uitsterven. Daarom ben ik hier eigenlijk ook aanwezig voor de boek op talen. Zeker ons Ninofs, in de straat wordt dat nog gesproken of onder vrienden, maar natuurlijk niet zo... Niet volledig, gelijk dat dat vroeger of dat dat bij mijn grootouders gesproken wordt. En nu gaan we eventjes iets van de lokale identiteit proeven. De goede witkap neem ik aan. Ja, inderdaad. Ik zal dat met genoegen doen. Ik zal een toast uitbrengen en in elk geval mijn witkap op de gezondheid van Ninove en het woordenboek Drinkers. Hans van Latem, de belleman. Ik denk niet dat jij een woordenboek nodig hebt. Een woordenboek voor de klappen niet. Voor de schrijven van het wel. Hè, want het zijn vast afgesproken dat ze daar een boek maken. En ik schrijf mijn Nino's op mijn manier. Aan joren en dogen van in de tijd van de revue al. Dat ik alle teksten in het Ninofs zetten en alles. Maar ik schreef dat mijn Ninofs verstuit. En hij is een vast afgesproken gemaakt sinds het eerste boek. Die zijn A, die de jaren nog wat toegepast hebben, want tool dat leeft. En dialect leeft misschien nog nager als de tool zelf. Daarmee ja, voor te schrijven wel, maar voor te klappen niet. Ninofmedia is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.